Als de stof een beetje wegtrekt, komen er twee dieren tevoorschijn. Ze groeien allebei op dezelfde steen. De voorste is een gewijsbons en de achterste is een Japanse zakpijp. Beide dieren komen aan de kost door eten uit het water te filteren. Sponsen hebben altijd stromend water nodig. Ze kunnen namelijk niet zo efficiënt filteren als dat de zakpijpen dat doen. Zakpijpen kan je daarom ook tegenkomen in compleet stilstaand water. Op deze plek stroomt het wat harder. Je ziet ook dat de gewijsspons bovenaan wat groter en wat forser is dan de vorige gewijsspons. Het sponsje onderop is een broodspons. De sponsen lijken op elkaar, maar de vingers van de gewijsspons zijn breder en platter dan van de broodspons. Ook de sponsen van één soort kunnen heel erg verschillen in vorm. Dat komt door de stroming van het water. Op plaatsen waar het weinig stroomt, zullen de sponsen lang en slierig worden. En op plaatsen waar wel veel stroming staat, worden ze heel stevig en compact. Het water wordt via allerlei kleine gaatjes naar binnen gepompt. Die gaatjes zijn microscopisch klein en niet met blote oog te zien. In de holte van de spons zitten de zogenaamde geeselcellen. Dat zijn cellen met een zweepje. En die slaan het water door de spons heen. De wateruitlaten, die zijn meestal wat groter en die kraatjes kan je wel met het blote oog zien. Op het vingertje rechts achterin zie je inderdaad twee van die wateruitlaatgaatjes. De boorspons groeit in stenen of in schelpen van oesters. Dat doet hij door het kalk van de steen op te lossen. Het enige wat je eruit ziet steken, dat zijn de in- en de uitstroomopeningen van de spons. De zakpijp zit behoorlijk ingewikkeld in elkaar. Hij heeft een compleet spijsverteringsstelsel en een zenuwstelsel en een hart met een bloedsomloop. Maar dit keer zullen we eens even kijken naar het spijsverteringsstelsel. Zakpijpen hebben twee openingen. De grootste is de instroomopening en daarmee pompt die water waar plankton in zit naar binnen toe. Het plankton is zijn eten. Dat blijft zitten in de kielkorf en het water wordt naar buiten gepompt via de kleinere uitstroomopening. Het voedsel wordt langs de wand van de kielkorf naar de slokdarm gebracht. Dan komt het eten in de maag terecht. En daarna komt het terecht in de darm. De bruikbare voedingsstoffen worden opgenomen in het lichaam van de zakpijp. De onverteerbare delen blijven achter in de darm. De onverteerbare resten komen terecht in het atrium. Er komt dan ook water uit de kielkorf bij. En via de uitstroomopening verlaat de poep het lichaam.